Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kiekers, het is weer zo wie het gezeten. De oven stond midden in de bos. Diana. Ton. Aanpoten, hoe gaat het? Ja, ik heb een kleine les in Vlinderstroek vergeten. Dus die breng ik je maar nog. Ja. Dus toch eens met een Vlinderstroek brengen? Ja. Heet hij nog niet struik? Zat hij? Ja, hij is overal een plaatsje te vinden. En voor vlinders is altijd een Vlinderstroek te plaatsen. Hij moet niet denken dat Vermi daarom wil komen opruimen, hè? Ja. Waar is dat eigenlijk over jou gewoon? Ja, nou, we hebben nog vechten aangevraagd, oh. Dus die gaat niet veranderen. Oh, ja, ook nog. Och. Ik ben eens benieuwd wie dat is. Ja, ho! Het is de bloemenvaas al klaarstaan. Ja. Oh! Ah, prachtig hier. Prachtige tuin. Ah. Ah. Dat is die aardig persoonlijk. Ja, Fons. Goeiedag. Ongeveer na 3 jaar. Hoi. Fons, we komen toch even de tuin een beetje opknappen, want die zie in de bus. Je hebt geen groen vingers. Ik zie dat zich er heel veel verstand van hebt. Kijk, natuurlijk. Ja. Je was volgens mij de initiator van Limburgplant. Ben je directeur daar? Nee, jammer genoeg niet. Dus dat is kennis in, met die kennis. Met mijn kennis wel. Maar ik ben ook een van de beste knechten die het heeft. Ja, je kent het beter. Ja, dat kan het beter. Ik heb en Henry natuurlijk ook. Hè. Henry is het waas. Henry uit het kantoorgedeelte. Oh, dat is dus ze wat is achter de schermen. De bus van de planten. Ja, zin van de planten. Ja, ik vind dat programma iedere week. Hè. Ja. Fantastisch programma, leuk, informatief. Ja. Moet ik zeggen, een van de beste dingen van TVL of niet, Tom, maar het programma. Krijg maar zo'n partner met, weet ze niet, en dan nog samen gaat planten. Ja. En ik zie dat ze ook een cadeau metgenomen. Ja, nou, ja. Ja, ik zeg al, dat wordt er niet vergeten, dat kom ik je brengen. Oh. Ja, zeker. Ja. Ik heb mazzeld van alle kende mensen. Ja. Ik dacht altijd dat de bloemen werden metgebracht door de man naar de vrouw toe. Ja, nu beginnen vrouwen aan planten met te brengen. Dat is een echte butlee, ja. Daar weet ik ook wat van. Ik heb een prachtige storm. En een vlinderplant. Ja, ja. Dus wat is dit? Een butlee, ja. Een butlee, ja. Goed zo. Ja. En daar komen de vlinders op af. Ja. Heb ze gelezen? En we hebben in deze tuin... Er zitten 17 vlindersoorten, dagvlindersoorten. En er zijn er veel van die in Nederland niet voorkomen. Dan komen ze wel in Limburg voor. Ja, ze zeggen dat ze in Nederland niet voorkomen. Oh. Maar hier ook wel. Hier wel. Ja, zeker. En er komen er nog meer. Dus ik er komen er nog meer. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel. Hier. Dus het begint te... Ja, voor ons de zus. We komen niet met leegheid. Nee. Ik zet het even uit de wind. Dat er niet om mij. Dus juist dat er veel verstand van heeft, zit er boven de belang op. Ja, dat er de naam al gaat, dat vind ik al heel gaat. Al heel gaat, ja. Hè? Ja, vind ik al heel gaat. Ja, Diana, best wel een zie geweest. Ik ben al een zie geweest. En ik ben echt, ik stond versteld van gewoon. Ik vind deze tuin zo prachtig, omdat er gewoon, hij is gewoon mooi. En nu had ik eigenlijk gehoord om van God, kom eens kijken, want die bevindt zich heel veel. Ik vind echt, ja, dan moet je toch eens in mijn tuin komen. Deze ongeveer hetzelfde. En ik heb er geen kloten aan gedaan. Ja, ik doe er niet te veel. Het was ook goed door te staan. Het was ook goed waarderen. Hè. We noemen dat onkruid. Maar nee, maar dat is het niet. Vaak zo chic. Hè. Zo prachtig. Ook dat heeft zijn functie. Prachtig, hè. Ja, onkruid heeft ook zijn functie, zeker. Prachtig. En beginnen nu langzamerhand ook. Hè. Nu is het september. Ja. De bladeren beginnen te vallen. Heb ze ook al die bijzondere planten gezien van Fons? Ja, ik ben dus benieuwd. Ik laat me eens rondleiden. Nee. Ja. Ik wil eigenlijk die beroemde planten van die zeer, wat ene keer de 7 jaar geleden. De penisplanten wil ze ja, zien. Die wil ik dat is geheim, hè? Ja, dat weet ik. Daarvoor wil ik vrijer. Echt met de billen bloot. Wat is dan de penisplant? Die oude penisplanten. Ja. Die Kaisnia. Nee, dat is de... Dit is het toch toevallig. Nee, deze. Dat is een oude lullenstruik. Ja? Ja, sorry. Oh, het is goed dat ik dat weet. Maar goed, het kan ook een andere zijn. Nee, maar heet die inderdaad. Almorfalis conia is dit. Er zijn er eigenlijk 4 soorten. Heb je die gevangen? Nee, ik ben die in massa aan het kweken. Centen. Wat zijn dat? Dit is, in Frans noemen ze dit Monet de Paap. Judaspenning. Judaspenning. Kijk, ze zuiden van de Judaspenning. Is leuk. Ik heb al een zakje al bewaard, moet ze nu zeggen, want het is eigenlijk anderhalf jaar, overjarig. Dat is Judaspenning, Monet de Paap, het geld van de poos.
noemen ze dat. Ik stond met de mooie fontein nu, ja. Een kweek. Zien die zo goed? En ik zal zeggen dat ze in Leiden dit jaar zo worden. Dat zijn dus planten die komen uit het bos van Borneo, Maleisië, mm-hmm. Oerwoud. En die bloeien één keer de 7 jaar en dan 1 dag. Okay. En dat zijn zo'n aardskelken, zo'n grote bloemen, ja. Zo groot, hè? Ja, en die stinken enorm. Ja, en die stinken, als die asterven stinken die, maar ook als ze als net, dus ze zich die cadeau zou willen geven, snijd die af. Binnen een half uur is dat dramatisch, die geur. Hè? Ja. Die geur die werd gebruikt om bijen te lokken. Ja. En je zit er wespensoorten in, die lokken bijen en andere legereenheden. En met dit hele leger wat die lokken, gewoon die bijenvolken overvallen. En dan het voedsel wat ze dan roven, dat brengen ze terug. En dan vervolgens, die wesp die dat lokt, die maakt dan al zijn leger, zijn hele leger dood uit alle voedsel van zichzelf. Okay. En het volgende jaar doet dat weer opnieuw. Oeh, deze heeft er veel weg van de min. Dat is een slim wesp. Ja, allemaal kleine poedintjes. Nou, kijk, en dan heb ze nog het slazaad, nog het pepertje. Ja, peperkes. Kijk, dan heb ik dat. En dan heb je onderdoor heb ik palmboompjes uit. Dat is een zaadje van een palmboom. Ah, kijk. Dat is een palmboom, maar Ton, we hebben die al op 3 meter. Ik heb die mooie zin, we hebben die hebben ze ons goed gelet, geweldig. Nog dank daarvoor, want dat wordt geweldig chic. Hij heeft het helemaal die stoon neer. Dat is best wel bewerkelijk. Och, wat heeft er bij toon neergezet, een paar heurens. Wat is dat van een boom? Een mammoetboom, met een sequoia. Oh. Dat is een sequoia, dat heb ik metgenomen uit Californië. Ja. Toen er zo klein wordt. Door de 2000 jaar even om op het hoogtepunt te bereiken. En ze leven 10.000 jaar. Oei. Zo'n boom, hè. En dan zie je ze ook, hij stuit onder de eik, maar dat trekt zich er niks van aan. Hij groeit gewoon gestaag door. Hij pakt die plaats van die eik af. Ja. Hè? En wat ze ook zien bij die bomen, die hebben social distance. Wat we ook leerden bij de COVID, dat er 1,5 meter afstand moest houden. Heel veel bomen. Die zorgen dat de... Toon, dat ken ik niet van dicht, 1,5 meter afstand. Nee. Maar ja, dat doen we ook geen social distance. Dus... Ja, voor ons hebben ze nog wensen van die in de tuin, want nu hebben ze het eigenlijk heel. Nee, dat is niet waar. Ik heb heel veel wensen van de tuin. Ik had gehoopt dat Diana zou komen. Ik denk, eindelijk is een goed advies. Ja, want we weten wel gat van planten, maar hier zo'n deskundigheid is natuurlijk toch wel even een tandje bij. Hè? Ja, dat ding is. Eredivisie. Hè? Eredivisie, ja, zit er nog. Hoor. Ik heb sowieso links en rechts hebben we het ulekast te hangen en zo. Hè? En hier bijvoorbeeld onder deze boom. Hij had een boom in de boompje zat, dus hij het goed begreep van de uil te lokken. Ik heb diverse uilenkasten. Ja. En daarachter bij het kerstje, hoe die penis zitten, daar heb ik ook een uilenkast hangen. Dat is zo neergezet dat die jonge uilkefijn op een takje kunnen weglopen. En... Weet je hoe ze die vingt, uilen? Ja, in de Romeint. Ja, helemaal snel door appelsinerie, want daar zitten ze. We gaan even naar de kassaintboom. Dit is een van de dikste, zo niet de dikste boom van Midden-Limburg. Ja. Bijna 8 meter omvang. Het is een geweldige boom, eigenwijs tot en met. Dat zie ik. Daar groeit alle kenje op. Hij is heel erg eigenwijs, omdat hij anders dan de normale tamme kastanje, dat is een tamme kastanje, zien vruchten afwerpt en kiest. Als ze normaal die tamme kastanjes bloeien, bloeit deze nog niet of wel. Hier kan ze zeggen, hij weet hoe het seizoen gaat verlopen. Mm-hmm. Dat weet er. Ja? En dan gaat er, als het strenge winter is, dan wacht er even. En als het een hele mooie vroege zomer werd, dan is dat de eerste in de bloei. Mm-hmm. Op de eerste kermisdag in echt. Dat er zijn eerste eetbare kastanje vallen. Oh, altijd hetzelfde. Is het dit jaar? En dan weet ze hoe dat kermis is. Dan weet ze dat kermis is. En dat is heel apart. Weet ze waarom dat het apart is? Omdat die kermis het echt wel eens een keer verschuift. Als de eerste 2 dagen van oktober op het zondag vallen, zeg ik verkeerd. Dan verschuift het de wijk. Ah, zo. Dus dan toch de eerste dag van de kermis duidt dat.
Oh. Wie weet de boom doet dat de kermis is? Krijgt hij gelijk gebeerd dan of zo? Dat is het erin. Jij hebt het over je niet aan. Hè? Nee? Dus je werd gebeerd gedronken. Dat is puur natuur. Je drinkt gewoon water. Oh, zo. Ja. Maar de boom die weet het wel. Dat snap ik al. Want er is natuurlijk heel veel kermis onder gevierd. Dit is het laagste punt hier van de Deelgaard. Ja. En dit is het oudste hoes van de Deelgaard. Vroeger, voordat mensen zo'n stenen hoes gingen neerzetten. Degene die wel kieken, dat was duur hè, om zo'n steenhuisje neer te zetten. En die pakken zich dan het beste punt. En het beste punt wordt het laagste punt. Mm. Want daar wordt water. En daar wordt weinig wind. En het wordt, de beste grond ging naar het laagste punt toe. En die mensen wisten dat. Tegenwoordig zullen ze zeggen, van, dat is water, dat moeten we allemaal niet hebben. Maar zo dachten die vreugde niet. Die worden blij met water. En, pak weg, 300 jaar geleden, struimde er nog wel een riviertje hier. Wat je ook over kunt vertellen is de manier waarop de boom verzorgd werd, onderhouden werd. Dat is twee systemen. Dat is ecologen. Hè? Die laten als zo'n tak afbreuk, die laten dat maar gebeuren. Die vinden dat torretjes in zitten, vogeltjes. Mm-hmm. Dat is heel holistisch. De boom zit midden in de natuur en is er onderdeel van. En degene die hier de boom onderhoudt, die is... andere mening toegedaan. Hij zegt, dan moest er zoveel mogelijk van die beestjes uithouden, want er werd zeker dat er dan nog naar de kloten gaat. Op het moment dat ze daar torretjes en spekjes in let toestaan. Dus we houden die rotte delen weg. En wat ze daar binnen zien is, dan zien ze een blikseminslag van ongeveer 20 jaar geleden. En als ze goed langs die blanke schors kiezen, dan zien ze dat er een nieuwe schors komt. En dan zien ze hoe gezond de boom eigenlijk nog is, 350 jaar oud, maar die groeit toch gewoon nieuw. Ik word aan de slag gegaan met het planten van een deukenhaak. Haak, dat is interessant. Ja. En daar heb ik langs het hele terrein gezet, hier en daar. Mm-hmm. En daarachter gewoon eens even kijken. En dan natuurlijk onder dat donker groeit dat niet. Hè? Dat kan ik me nog wel indenken. Mm-hmm. Maar hier groeit het wel. Eigenlijk is het net zo donker hier. Hoe kan het? Dat het hier wel groeit. Ja. En heel veel de beukenhaag gaat langzamerhand kapot. Gaan we daar eens kijken, wie kent dat? Nou goed, de beukenhaag, het belangrijke is altijd welke tijd van het jaar poetsen ze. We zeggen altijd, en blijf ik maar herhalen, poetsen gaan in het najaar. Dan heb je er voor december, januari, februari. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is de beste tijd voor te poten. Ja, maar voor de meeste mensen vinden ze geen fijne periode om te poten. Dat hebben we al gedaan ook. Ja, en dan is het een kwestie ook van sneuien, want die moet je gewoon een keer sneuien hoor. Maar wie ze poten, worden ze toch kleiner? Ja. En toen gingen ze ook kapot, hè? Ja. En als het heel veel regen, en dat het afgelopen jaar gigantisch veel heeft gedaan, dan kan de beukenhaag ook heel erg naad staan. Kijk, en eigenlijk alles stuit niet geheel met de veur in het naad. Kijk, ik vind het. Heel de rie heeft zo gestangen. Moeten die rozen, moeten we dadelijk even kijken. Ja, dan moet je ook sneuien. Ja, sneuien. Het zit in één oogopslag. Ja. Maar hier heb je zo'n een. Ja. Kijk jouw kapot hier. Ja. Dat kan niet aan de snuggen liggen. Ja, maar hier is het ook gewoon toegegroeid. En het gaat ook als het ware een beetje stikken. Dus als het pas gaat aangeboden is, dan heeft het ook tijd nodig voor te wortelen. En als het de naad stuit, dan stuit je gewoon de naad. Dit stinkt 5 jaar. Ja. En ik denk hier inderdaad dat het kan door het extreme naadte jaar wat we gehad hebben. Dat water kan eigenlijk op een gegeven moment immer weg en die wortels die zo'n continu in het naad en dan kregen die wortels geen zuurstof. En joh, kijk, dit is gans toegegroeid nu met gras en onkruid en zo, dus dat gaat ook helemaal stikken. Dus ik denk echt dat het er aan ligt. Ik denk echt dat het er wel aan ligt, ja. Mm-hmm. Want die waal, die mogen er sowieso dat ik ook eens een beetje sneuien. Dat is ook het volle. Ja. Maar hier, dit stuk, dat ik heb zo'n idee, als ik het zo zie, dat het gewoon, Is dat niet afgeknabbeld door mieren? En dan zoet ze dit al. Dit is gewoon dit losgelaten. Dan heb je er eigenlijk gewoon aangevreten moeten zijn. Ja. Dit trekt ze er gewoon vanaf. Maar het is hier gewoon de zus gewoon dat helemaal toegegroeid is. Hier. En dan even, het wordt een extreem naad jaar gehad. We maken het zelf in de kwekerij ook. We hebben dit jaar geen ene keer de waterkanonnen uit over te halen. Omdat het gewoon naad genoeg is. Ja. Ja, en dat is net de natuur eigenlijk een beetje de overmacht. Ja, dat ging erachter. Zie je daar die 4 struksjes, 5 struksjes? Ja, ik zie het. En dan is 1 rechts en dat is geel.
Ja, klopt. Waarom is dat nog? Ja, ja dat, dat begint nu al eens in herfstsfeer te komen. Dat, natuurlijk, dat trekt eigenlijk alle groen wordt uit het blaad getrokken en gaat naar de stam. En daardoor wordt hij geel. Dus dat is de rij dat een boom een herfstkleur gaat krijgen. Het groen gaat uit het blaad. Ontgroening. Ontgroening. Ontgroening, ja. Dat gaat vast. Ja. Ontgeling, hè? Het heeft alles wat ontgeling. Ja. En daar is het al helemaal in. Ja, daar is het al in winterstemming. Ja. En dit geeft weer een tierenlier. Dat hebben ze niet verkocht. Ja, die heeft die geraniums, Rosanne, ja, fantastisch. Dat vind ik echt geweldig. Dat hebben ze onszelf geadviseerd hier. Ja, prachtig. En nog die hortensia's, die kennen de zwaal, want die hebben dat nodig. Ja. Ja. En hier willen toch nog het meer opzetten. Gewoon de motorbomen laten groeien. Ja. Ja. Die wil ik behouden. Hoppla. En die oranje dingetjes, weet je wat dat is? Die heb ik toch laten doorgroeien. Die kennen kennelijk, hebben die Gerda en Zoer gegroeid van de... Als je het vaste plantje niet neerzet, je gaat haar en daar, moet je me eens zeggen wat je er neer moet zetten. Je gaat anemonen, je gaat zonnehoed. Ja, eigenlijk wat continu gaat een bleuien is. Dan moest eigenlijk ook vanaf vreugde en de windje al tot nu laat in de herfst. Dat je continu gaat bleuden erin op. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Dit bleut eigenlijk de hele zomer. Nu heb ik nog een belangrijk probleem. Een belangrijk probleem. Oh. Ik dacht dat de oplossingen belangrijk waren. Ja, dat problemen, dacht ik ook. Problemen zijn niet zo belangrijk. Nee. Wie ziet daar wel eens? En daar heb ik gepoord met die carbonen uiteraard. Ja. En daar wordt groot heb ik vaakjes gesnoeid. Ja. En daar heb ik rondom dat vijvertje gemaakt, steentjes ondergelacht. En als de kleinkinderen komen, dan gewoon ik op de steen zitten en dan vertel ik die het verhaaltje of het sprookje. Of de kaboutertjes. Over de kaboutertjes bijvoorbeeld. Ja, die zitten maar in je ogen. Ook, hè. Niet alleen over stoute kaboutertjes. En elfen en feeën. Die zit van alles. Die zit ook stoute kaboutertjes. Dan ben ik heel erg van de avontuur staat hier in. Ja. Want als je tegen zo bekijkt, dat is heel stout. Ja. Maar er is hol van binnen. Ja. Dan heb ik hem helemaal laten kalaberen. Ja. Weg laten halen, die takken allemaal weg laten halen. Ja. Is dat natuurlijk weer uitgeslagen. We zitten nu op dit moment, gaat mieren in. Ja, ik bestrijd die dingen allemaal niet, alles leeft. Ja. Ja, dus hier maar goed, niet... mieren, hoe komen mieren altijd op af? Op luizen. Luizen, ja. Maar die boom gaat weg, dat moet vervangen worden. Oké. En hoe ga ik dat boom op een goede manier vervangen? Zodat ik dat niet weer 40 jaar hoef te wachten, want... Dat duurde te lang. Ja, natuurlijk door... Ja, je wil dus een grotere boom direct terug hebben. Ja. Ja, dat kan. Ja, en wil je dezelfde boom of wil je een ander soort? Dat is de vraag, hè? Ja. Als je dan eenzelfde neerzet, of dat dan niet ook... Dat zou een schimmel kunnen zijn, hè? Ja, maar dan zouden we inderdaad, er zijn nog natuurlijk experts voor. Die wonen hier vlak bij jeugd, trouwens. Ja, ja. 500 meter verder. Ja, dat ken ik. Die kunnen echt heel goed in adviseren. En die kunnen ook even kijken naar de grond. Wat is er aan de hand eigenlijk? Vaak, dat weet ik door ervaring, als er mieren zijn, dan zijn er luizen. Ja. En, maar op zich, hij leeft, hè. Groot, hij krijgt nu je takken. Dus hij is niet kapot, hè? Nee, maar kun je dat doen. Ja. Dat onderstel van dat boom, dat is geschikt voor een hele grote kruin. Ja. En dat kost dan helemaal voeden. Maar als je op klopstel vult, staat hij een beetje hol is. Goed. Maar goed, hij heeft toch nog genoeg sapstroom om te laten groeien. Ja. Ja. Dus, dat is er eentje. En deze. Dat is een Amerikaanse spar. Ja. Ja. En, daar zou ik je een omhakken. En dan neer zetten. Ja. Ja. Dat bleef een beetje karig. Dat is karig. Ja, dat is is inderdaad. Dat is het nadeel van een conifeersoort. Als het eenmaal kaal is, is het kaal. En dan zal er ook nooit meer boet springen. Dus daar zou ik ook fijn gewoon omzeggen. Fijn haardhout van maken en opstokken. Ja. Kijk, en dan krijg je van lekker warm. Ja. Ja. En als ik dat zo allemaal bekijk, is het een hele hoop informatie wat de kieker het met gekregen hier. Want Fons, het is hier een heel stuk wiezer willen weer. Hij is ook wiezer geworden van Diana. En natuurlijk van Ton. Dat wil ik net zeggen. Als ik net zo wiezer werd van dicht als van Diana, dan zou het heel erg goed met me gaan. Nou, en geur dat al Fons zit, als je advies nodig hebt, bel dan even naar Diana en Ton. En dan komen we misschien nog bier in de tuin even advies geven. Maar denk eraan,
Daar hoort een ventje bij. Ik zal zeggen, briefjes ooit dat het de volgende week. Aanpoorten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant.